Zo, welkom op de lezing van Puur Architecten. We hebben hier Jan Gijzen van Puur Architecten bij ons. Nu, de eerste keer dat ik Puur Architecten ontdekte, of Puur Interieur Architecten moet ik eigenlijk zeggen, ontdekte, was op een lezing een tweetal jaar geleden, denk ik. En het viel mij enorm op dat Jan een bepaald enthousiasme overdraagt op mensen waar hij zijn publiek of mensen waar hij zijn projecten toont, maar ook aan zijn werknemers. En ik denk dat dat het recept is voor de projecten die zij realiseren. Nu, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken. Ik ga gewoon Jan zijn projecten laten voorstellen en ik ga het aan jullie overlaten om daarover te oordelen. Dus, dames en heren, Jan Gijzen. Dank u, Stijn, voor de mooie introductie. Goed, ik wil vandaag eigenlijk eens drie projecten laten zien die ik nog niet in een lezing heb getoond. Dat zijn allemaal projecten die wij vorig jaar aan gewerkt hebben in 2011. En de titel eigenlijk van de lezing is Puur Publiek, omdat ik ook voor de eerste keer een tweetal projecten kan laten zien. Dus ik wil eigenlijk drie projecten voorstellen, waarvan dat twee projecten publieke projecten zijn. Want voor ons als interieurarchitecten, we hebben eigenlijk heel veel in de beginperiode woningen, winkels ingericht. Kantoren, wat deels toegankelijk is, dus semi-publieke ruimtes ook soms zijn. Maar nu echt de publieke ruimtes zijn voor ons heel boeiend, omdat we dan ook een groter publiek kunnen bereiken. De eerste project dat ik wil tonen is een concept store Moes in the City in Antwerpen. We werden gevraagd door Patrick Lathouders en Jan van Hoof, twee mensen die samen gingen met beide een andere achtergrond, de ene van Ice Adventure en de andere van North Face. Met de vraag om in Antwerpen een concept store te starten met enkel dus Scandinavische merken, Scandinavische producten. Dit was het pand dat zij hadden in de IJzeren Waag. Dat is een straatje tussen de Kammerstraat en de Nationale Straat. En hier is eigenlijk een klein steegje, dus autovrij, waar het een bestaande winkel was. Dit was een bestaande winkel, liep ook tot hier. En daarnaast nog een ander pand. En hierachter zat een theaterzaal. En de bedoeling was nu om die winkel vooraan te verbinden achteraan met die theaterzaal. Het zou sowieso ook opgedeeld worden in twee winkelpanden. Dus dan was enkel nog de vraag. Wij hadden eigenlijk in het begin even het vraagstuk van ja, de volledige ruimte. Ongeveer een 600, 650 vierkante meter. En de concept store zou een 400 vierkante meter worden. En dan was de vraag, uiteraard gingen we deze ruimte benutten. Deze zone en dan te bekijken waar we de opdeling gingen maken. Dus die zoektocht moesten wij ook mee maken met de opdrachtgevers. Dit is al een beetje tijdens de verbouwingswerken. Het is ook een type zoals in Antwerpen. Dus het gebouw is van een bepaalde eigenaar, investeerder. En dan is onze klant eigenlijk de huurder van dat pand. Dus dit is hier die bestaande winkel. Daarvoor zit een kledingwinkel. Er heeft ook ooit nog de winkel Erotische Verbeelding ingezet. Dat is misschien bekend. En dan dit hier achteraan, die voormalige theaterzaal. Dus heel boeiend wel, een enorm hoge ruimte, breed en enorm diep. Dus dat was eigenlijk een fantastische ruimte. Enkel was deze ruimte dus niet gelinkt onmiddellijk met de straat. Anderzijds, ja, dus enerzijds heb je altijd het bestaande pand waar je moet in werken. En natuurlijk ook het concept, de Scandinavische concept store. Enerzijds zit je met de typologie van de concept store. Wat is een concept store? Dus we moesten ook voor onszelf gaan bedenken. We hebben natuurlijk, er bestaan al meerdere voorbeelden van concept stores uiteraard. En anderzijds het Scandinavische. Wat ik altijd belangrijk vind is dat we dan binnen het bureau eerst gaan kijken van ja, wat is voor ons Scandinavië? En we hebben eigenlijk in vier grote categorieën opgedeeld, namelijk de natuur. In Scandinavië denken vaak aan de natuur, de enorme bossen en wouden. Traditie, cultuur, toch ook een heel sterke traditie. Het ambachtelijke, waar dan natuurlijk ook verdere design, het hedendaagse Scandinavisch design, dat super bekend is, ook aan gelinkt zit. Dus met die vier, gewoon voor onszelf om een beetje voeling te krijgen met het wat is eigenlijk Scandinavië. Anderzijds, wat is een concept store? Dus hebben we ook eigenlijk beginnen denken van ja, wat is dat belangrijk in winkeltypologie. We hebben eigenlijk drie termen naar de klant toe gebracht. Aandacht. Enerzijds, we moeten zien dat we de klanten of de mensen hier op de straat binnenkrijgen. En als ze binnen zijn, dat we ze binnen kunnen houden uiteraard. Of we de aandacht kunnen houden. Ruwheid. Een concept store is vaak
het grote contrast met de traditionele retail, namelijk het, de systeemplafonds, systeembanden, alles volledig afwerken. De conceptzorg mag ook ruw zijn, ruwe plafonds, geen afgewerkte muren. Dat was voor ons ook belangrijk om die richting te gaan. En dan verloren ruimte. Volgens ons is de nieuwe luxe in retail is gewoon ook vierkante meters leeg willen laten. En niet proberen elke vierkante meter te benutten. Want dat is juist wat je in winkels, à la H&M bijvoorbeeld, waar dat elke vierkante meter wordt berekend en wordt benut. En dat is juist het sterke in de concept store. Natuurlijk ja, is onze klant daar ook heel gevoelig aan, want die wil natuurlijk zoveel mogelijk producten erin zetten. Dus dat is als interieurarchitect en klant. Onze klant zei zelf dat hij het ook zag, de samenwerking met ons als een soort boxmatch, waar dat geen verliezer mocht uitkomen. Maar er is inderdaad wel wat geboxt over wat kunnen we doen en wat niet. Dan het eerste onderzoek naar Pando, dus we hadden eigenlijk hier een eerste opdeling gemaakt, potentiële opdeling van die 400 vierkante meter. Deze ruimte was nog een appartement, een gelijkvloers appartement aan een straatje achtergelegen. En waar dat voormalig hier een 1 meter en 10 brede inkomdeur was voor deze winkel, ja, voelden wij onmiddellijk aan van oké, dat is veel te klein om deze ruimte hierachter te bedienen. Dus dan hadden we al direct het idee om deze etalage op te offeren en daar als een grote inkom te zien. Vandaar bestuderend hebben we dan de zichtassen bekeken van ja, hoe kan je de diepte zien. Kwamen we tot het punt van als we hier een eyecatcher van achter plaatsen. En dan krijg je eigenlijk al heel duidelijk van wat belangrijke zones zijn. En zo kunnen we ook al beginnen nadenken over de inrichting. En dan krijgen we hier bijvoorbeeld zoneringen. De gele zone is eigenlijk minder interessant omdat die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. De grijze zones zitten daar dan ergens tussen. En dan deze zone is natuurlijk heel belangrijk dat we die zoveel mogelijk vrijlaten met een doorzicht naar achter. En dan hier zitten we met een andere grote etalage waar we dan het gevoel hadden van shop in shop. Dus we hebben dat in het begin geïntroduceerd. Het is later eigenlijk een etalage geworden omdat je hier op die muur eigenlijk toch niet verder kan kijken. Dus qua perspectief heeft dat weinig meerwaarde. Dan is natuurlijk ook concept store. We wilden ook ergens een bepaalde diversiteit naar onze klant toe voorstellen. Dus we hadden gezegd, oké, we gaan in de voorste zone 80% divers, 20% kleding. En in de andere zone vice versa, om ergens de mix te creëren zoals in concept stores ontstaat. En dat we niet echt heel letterlijk alles opdelen. En dan hebben we eigenlijk verschillende, eerst met een soort organigramachtig overzicht wilden we hier centraal een design street introduceren. De balie vooraan, displayruimtes, boekenhoek, rustpunt, kinderhoek. Een depot, dus de bedoeling om daar in meer te tonen. Paskamers achteraan. En dan hier was al ineens sprake om toch wel iets te doen en hadden wij bijvoorbeeld een bar geïntroduceerd. Een paar mogelijke indelingsconfiguraties. Ik laat dat enkel maar zien om te tonen dat we eigenlijk dan zoeken. Bij ons is het nog niet bij een opdrachtgever dat we zeggen, kijk, dit is het plan, te nemen of te laten. Bij ons is het meer een of verhaal. En uiteindelijk is dat door het gesprek met de klant, heeft hij telkens zijn pro's en contra's per plan. En kunnen we zo groeien naar het definitieve indelingsplan. Eerste zoektochten naar hoe we iets konden materialiseren. Wat kunnen we met de balie doen, die traditionele structuurpatronen, het hout, presentatiemogelijkheden voor meubilair, de paskamers en dan ook rekkensystemen. Dat zou ik meer voorstellen van zoektochten. En dit waren dan de eerste voorstellen. We wilden eigenlijk vooral heel laag werken, heel uitgespreid. Mogelijkheid van balie hier, lage meubels bij het binnenkomen en dan hier een rekkensysteem dat we dan wilden ontwikkelen. En toen hadden we eigenlijk op dat moment zaten we eigenlijk op een heel duidelijke lijn en hadden we ook zoiets van oké, we zijn in een bepaalde richting aan het gaan en voor ons was dat heel duidelijk. En toen kregen we eigenlijk een Excel via mail van de klant en het kwam er eigenlijk op neer dat voor het aantal rekken dat wij hadden voorzien, dat de klant het dubbele had besteld. Dus we zaten ineens met heel ons concept, heel onze opbouw die ineens overhoop lag. En dan weet ik nog dat ik in een bespreking letterlijk dit gewoon in de hoogte heb bijgedekt. Van, ja, dan kunnen wij al niks anders dan gewoon in de hoogte gaan. En dan zijn we ook gewoon heel letterlijk in die richting verder gegaan. Natuurlijk moeten wij dan als ontwerpers terug onszelf ergens
een houvast geven om verder te kunnen werken. En zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar directsystemen. Je ziet hier bovenaan bijvoorbeeld een in de kunst kun je terugvinden, Jozef Beuys, Sol de Wit. Maar ook de depots, bergmogelijkheden of de magazijnen. Eigenlijk allemaal heel interessante typologieën om op zoek te gaan naar wat we eigenlijk juist kunnen doen met die rechtssystemen. Anderzijds hadden we ook zoiets van, als we dan toch met die rechtssystemen gaan werken, waarom kunnen we niet het gevoel geven dat we in een soort wonderkamer, een term uit de Renaissance, waar ook een verzameling van curiositeiten in ruimtes werd samengebracht. En dan dacht ik ook van, ja, zou het niet boeiend zijn dat je in de winkel komt en je ziet van onder tot boven allemaal verschillende producten gemixt door elkaar. Waar zelfs hun stok zitten toch eigenlijk allemaal met mooie producten, oftewel fashion of boeken, die altijd mooie verpakking hebben. Dus dat mag gerust in het bovenste gedeelte, waar de klant eigenlijk niet aan kan qua reikwijdte. Dat er ook allemaal in het zicht blijft. De schoendozen die tegenwoordig ook allemaal attractief zijn, dat mag gerust allemaal in het zicht blijven. En dan hebben we eigenlijk een soort dubbel opgesteld. Dus we zeggen naar de klant toe, het is budgetvriendelijk, flexibel. Enerzijds vormt het een eenheid, maar je hebt enorm veel mogelijkheden qua diversiteit. De stockage is mee presentatie. Dus we kunnen in de hoogte gaan, dus stapelbaar. En dan voor onszelf het architecturale, conceptuele, het gevoel van in een museumdepot zitten. Het is ook eerlijk. Scandinavië vond ook een heel sterk woord naar het Scandinavisch concept. En het kan ook een sterke identiteit vormen. Verder onderzoekend werd dat uiteindelijk dan ongeveer deze ruimte. Dus hier is de opdeling met die andere winkel. Dat is een mogelijke latere fase. En dan de eyecatcher 1, dus hier in de etalage. Hier dachten we een tweede eyecatcher te voorzien. Dan kom je binnen, dus die aandacht vasthouden achteraan. En dan doorlopend heb je dan hier aan de zijkant ook nog een extra aandachtspunt. Dit is dan uiteindelijk het grondplan geworden. Het binnenkomen, hier is een volledige harmonica deur, dus ze kunnen volledig openzetten of als dubbele deur laten fungeren in de winter. Het hoogteverschil wordt hier opgevangen door een helling, de etalage. Hier vooraan hebben ze een samenwerking met Volvo, een interactieve stand. Een reisbureau zit hier ook enkel met Scandinavische producten, dus ook het idee van concept store van verschillende functionaliteiten in de winkel. En dan hebben we hier het rekkensysteem, een modulering van 1,50 meter en dan, ik geloof het, ongeveer 22 meter lang. Maar wat voor ons heel belangrijk was, was het doorzicht naar achter om de ruimtelijkheid en de openheid van de winkel te respecteren. Ook de balie zit verwerkt in het rekkensysteem, de paskamers. En dan hier verder lopend een boekenwinkel, waar ze een samenwerking hebben met Standaard Boekhandel, met alle Scandinavische boeken en dvd's. En hier een designhoek met onder andere Muto en Hey, nieuwere designmerken uit Scandinavië. In doorsnede zie je dan hier bijvoorbeeld die theaterruimte, waar hier die betonbalken van het dak zitten. En daaronder onze rekken die daar net onder doorgaan. Maar heel boeiend om die enorme wandrekken te hebben. Doorlopende rek, hier van voren hebben we berken geïntroduceerd om toch een beetje dat Scandinavische bos, dus dat effect van natuur. En dan hier een aparte ruimte die we dan ook extra wilden definiëren, die we volledig met hout hebben bekleed. En dan twee verschillende afwerkingen qua hout, verwijzend naar de rood geschilderde Noorse woningen. En zo trachten via materiaalgebruik ook de referenties naar Scandinavië doen. Dan hebben we samengewerkt met een metaalfirma die eigenlijk supermarktrekken maken voor onder andere Delhaize en Carrefour. En dan vind ik eigenlijk, dan is het altijd de kunst als interieurarchitecte dat we met een soort naïviteit naar de uitvoerder gaan en uiteraard ook met een bepaald enthousiasme. Waar dat we de uitvoerder overtuigd krijgen dat zij iets heel eenvoudig kunnen maken, maar dat wij wel een soort maatwerk kunnen bekomen. Dus we hebben een prototype laten maken. We wilden een winkelrek met verstelbare legplanken. De tegenstrijdigheid die we eigenlijk ook wilden oplossen, is dat we enerzijds een heel sterk architecturaal beeld wilden bekomen, maar anderzijds dat we door een rekkensysteem heel flexibel zouden kunnen zijn. Dus een rekkensysteem, we hebben de typische rijboringen, maar we wilden die rijboringen niet om de 2 centimeter, we hebben die om de 15 centimeter voorzien. We hebben ook de rijboringen voorzien dat die aan de binnenkant zitten van onze kokerprofielen, niet aan de buitenkant, zodat je niet elke keer die doorboringen ziet. En dan zijn we gestart met houten legplanken.
Dus dat we echt met een plank werken. Dus dat de klant zelf kan kiezen, ik plaats 2 planken of 5 planken maximaal in de diepte. En dan hebben we dus, hier is de opstelling al in de winkel. Dus je hebt de mogelijkheid om met 5 planken in de diepte te werken. En de wandrekken bestaan uit 2 planken diep. En dat geeft de mogelijkheid aan de klant om op 15 centimeter hoogte telkens te kiezen op welke hoogte hij zijn legplanken gaat voorzien en hoe diep. Dus dat geeft heel veel variatie in mogelijkheid. En anderzijds hebben we toch een heel duidelijke ritmering in de winkel. Dit waren dan onze presentatiebeelden. We hebben ook gewerkt met wat combinatie van 2 verschillende soorten hout. Net zoals in de boeken- en designhoek. Dus dat we ook niet met te veel verschillende materialen werken, maar dat die terugkomen. En is dit eigenlijk het eindresultaat. Hier links zie je dus die birken. Dan had de klant ook nog een plantenwinkel geïntroduceerd. Eigenlijk, en dan hebben we die varens gekozen hier vooraan. Er zitten ook spots tussen, wat een iets mysterieuzere look geeft. Binnenkomen en hier zie je al, dus vanop de, dit is eigenlijk dat je net 1 meter binnen staat in de winkel, de diepte achteraan van de winkel, dus het perspectief en wel aan het voordeel dat er achter nog natuurlijk licht is, heel dankbaar in een diepe winkel. En dat geeft toch wat openheid en die hebben we dan enorm gerespecteerd door die rekken in de lengte van de winkel te plaatsen. Hier zien we die interactieve stand van Volvo. Ook mee opgenomen in de winkel. En dan hier, dit is het Scandinavisch reisbureau, North & Away. En dan hier het binnenkomen. Dus het rekkensysteem, wit gelakte structuren. En dan zie je hier bijvoorbeeld die 5 planken. Af en toe kunnen ze ook wisselen met een rode plank. Hier bijvoorbeeld die schoendozen als stok. De balie die hier is verwerkt, dus kassa 1, kassa 2 en centraal nog display. En dan hier eigenlijk een mooi beeld om te tonen van die ruwheid. Dus gewoon de baksteen, ruw gelaten, maar wel geschilderd natuurlijk. En dan hier de mogelijkheid om verschillende hoogtes, een heel flexibel systeem, maar toch in een duidelijke identiteit voor deze winkel. En dan bijvoorbeeld hier bij de verschillende doorgangen die we gecreëerd hebben, omdat je anders niet volledig rond een 22 meter lopend rit moet lopen. En dan hier nog rasters voor de mogelijkheid of planten, of verlichting, pendelverlichting die zij verkopen, te kunnen voorzien. Dit is een zicht vanuit die boekenhoek en designhoek naar die ruimte. Dus je krijgt er heel leuke dieptezichten, gelaagdheid in de winkel door die verschillende rekken achter elkaar. Dan de boekenhoek, waar we voor een felle kleur hebben gekozen omdat de boeken zelf kleiner van schaal zijn. Terwijl het design heeft veel meer kleur en materialiteit uit zichzelf. En dan hebben we een bepaalde lijn aangehouden. En hier zijn ook gewoon het ruwe plafond en eenvoudige tails geplaatst. Wat ook kan binnen het concept van het verhaal van een concept store. En er ook met verschillende verlichtingspartijen samengewerkt die allemaal een voorstel mochten doen. En we hebben uiteindelijk gekozen om gelijk met de balken van de structuur rise op te hangen, daar de spots op te plaatsen. In andere voorstellen waarom die onder andere hier rise gelijk met de parallel met de landtrekken te plaatsen. Maar dit was veel rustiger en zorgde er ook voor dat onze plafonds zuiver bleven. De baskamers, dus het idee van de houten baskamers, die op zich nog wat mooier gedetailleerd, maar je kunt de aannemer ook niet altijd kiezen in sommige verhalen. En dan hier een mooi overzicht van dat idee van die wonderkamer. Dus eigenlijk echt een variëteit aan producten, de kleuren, maar toch een duidelijke structuur in de winkel. Goed, dat was het eerste project. Dan het tweede project is de universiteitsrestaurant Drift 27 in Utrecht, voor de Universiteit Utrecht. Eind 2010. Begin 2010 zijn wij aangeschreven geweest door de Universiteit Utrecht voor een project in de binnenstad in Utrecht. De Universiteit Utrecht kenden we eigenlijk al, niet persoonlijk op dat moment, maar wel voor hun architectuurbeleid. Zij hebben ook de Uithof in Utrecht, dat is een fantastische campus met spectaculaire gebouwen van architecten zoals Rem Koolhaas, Willem-Jan Neutelings, Wim van Berkel, Wiel Arets. Dus we wisten al toen dat we de opdracht ontvingen, we zaten in een zeer zware selectieprocedure en we waren tot in de laatste ronde geraakt met een 7-8 partijen.
En dan moesten we een voorstel uitwerken. En dit is eigenlijk een pand. Ze zijn nu ook met een strategie bezig binnen de binnenstad. Het is eigenlijk een monumentaal pand dat helemaal rondloopt. En dit gedeelte is de fase 3. Langs deze ingang kan je nu in de nieuwe bibliotheek van de universiteit in de binnenstad. Fantastisch, dus monumentaal pand, fantastisch heringericht en gerenoveerd door Grosveld Architecten uit Breda. Wat ook in het jaarboek architectuur 2010 stond. En Grosveld Architecten had sowieso ook de opdracht om hier nog dit gedeelte te doen. En hier zit het universiteitsrestaurant op het gelijkvloer, een 800 vierkante meter grote ruimte. Die moest worden ingericht. Dus wat sowieso iets van, ja, wie dit ook wint deze wedstrijd. Je zit in een monumentaal pand. Je hebt de Universiteit Utrecht als opdrachtgever. En dat is sowieso een mooi project en een mooie kans tot slagen om er iets bijzonders van te maken. Dus dit is eigenlijk het pand. Dus je hebt hier die binnenkomst van de bibliotheek. Hier zou de nieuwe doorgang komen. En dan is eigenlijk vanaf deze lijn, zou dit het universiteitsrestaurant worden. Dit is de... Hier achteraan zie je de ingang van die nieuwe bibliotheek. En dan zou het hier achter deze panden ligt dan de nieuwe... Dit is het binnenplein, het Witte Vrouwenplein. En dan zou hier het universiteitsrestaurant achter zitten op het gelijkvloers. Dit zijn het eerste plaatsbezoek. Het probleem was dat we niets kenden van de stad Utrecht. Ook niks van de Universiteit Utrecht. Dus we hebben dan ook maar gewoon gezegd van oké, we gaan... ik heb dan naar de stad Utrecht gebeld voor een gids te kunnen huren. En dan hebben we eigenlijk met ons bureau zijn we naar Utrecht gegaan met de trein. Om op de trein dan het programma van IJssel te kunnen lezen. In Utrecht hadden we een architectuurgids. En die heeft eigenlijk de geschiedenis met de bedoeling om de geschiedenis van die panden te leren kennen. En we zitten met monumentale panden. Er zit achter elk gebouw zit een verhaal. En het heel boeiende was dat het bleek dat Lodewijk Napoleon, een koning van Nederland, de broer van Bonaparte Napoleon, die in Den Haag zat, als met zijn paleis eigenlijk, maar zijn vrouw vond dat te hard waaide in Den Haag. Dus dan was de keuze gekomen Utrecht, de keuze gevallen op Utrecht. Dus dat was volledig ingericht door een Franse interieurarchitect, deze ruimtes. En dan bleek toen het af was dat de Dam in Amsterdam was vrijgekomen en dan zijn ze naar Amsterdam verhuisd. Dus dat is nog altijd een beetje een wrang gevoel in Utrecht. Omdat ze niet dan even de hoofdstad zijn geweest. Maar anderzijds gaf dat wel aan wat voor grandeur in deze ruimtes ooit was geweest. Weliswaar een vergane glorie, want die heel die foute linoleum of opbouw, bekabeling op monumentaal plafond. Maar goed, dat was natuurlijk wat het was. En we kregen natuurlijk de kans om een voorstel te doen om het anders te doen. Dus we hebben wel zwaar ingezet op die geschiedenis. En ineens hadden we eigenlijk ook wel heel veel kennis over die gebouwen. Dit was het programma van IJssel, dus ja, je krijgt een enorm dik boek waar eigenlijk alles is voorgeschreven dan nog in wedstrijdfase, die je dus helemaal onder de knie moet hebben om dan te weten hoe we dan het beste antwoorden. Het voordeel was wel dat de Universiteit Utrecht heel correct maar 5 A4's vroeg qua concept, dus het was niet dat we een voorontwerp moesten maken, we moesten gewoon een conceptvisie ontwikkelen en het mocht maximum 5 A4's zijn, wat een voordeel is voor wat is achteraf gebleken voor een bureau van 4 personen ten opzichte van interieurarchitectenbureaus in Nederland van 20 à 30 personen soms. Dus dat was eigenlijk in ons voordeel als klein bureau. En dit is een van die A4's die we hebben voorgesteld. Dus we hebben eigenlijk gezocht, want Andries zit hier ook in de zaal, die heeft meegewerkt. Want het is op een bepaald moment dat we 300 beelden denk ik op onze tafel liggen. We moeten het gewoon selecteren. En het is dan altijd de kunst om de juiste beelden te tonen. Dus hierboven is een soort, ja, Franse salonsfeer en Nederlandse sfeer van toen. En dit is voor ons een soort gemixt beeld van hedendaags en nieuw. Dus we hebben heel duidelijk ingezet op dat we de voormalige grandeur op een hedendaagse manier wilden terugbrengen. En dat we ook zoals vroeger, dat we niet zoals de trend in hedendaagse architectuur alles open te trekken, maar dat we juist de verschillende kamers wilden terugbrengen. En we hebben dit dan ook de huiskamers genoemd. Voor de studenten die in de stad op kamers zitten, zoals dat in Nederland noemt. En ook voor de docenten en de bezoekers, die je echt een huiskamer, een gevoel krijgt in de universiteit.
Dus ja, dit punt hebben we dus voorgesteld en dan kregen we het fantastische nieuws dat wij die opdracht mochten doen. Op basis van het feit dat alle andere bureaus iets met boeken wilden doen in dat universiteitsrestaurant, omdat er een bibliotheek naast was. Ze wisten ook nog niet goed wat we zouden gaan doen, maar ze hadden wel zoiets van oké, het leek me wel interessant en we hebben die kans gekregen. We hebben die met beide handen natuurlijk genomen. Dit was voor ons heel belangrijk. Dus we hadden enerzijds dat concept van die grandeur, die geschiedenis. Dus we zijn gestart met een analyse van historische elementen. We hebben die dan gefilterd van ja, wat kunnen we daarvan toepassen. En dan zijn we gegaan naar de heel belangrijke termen voor ons. Abstrahering, vereenvoudiging en vergroting. Daar ga ik allemaal uitleggen. Dit zijn dan beelden die we zijn beginnen zoeken. We zijn dan ook heel aangenaam verrast dat je fantastische grafische patronen terugvindt vroeger. Wat we zelf ongelooflijk vonden. Die best nog wel hedendaags zijn. Het doorzicht van verschillende vertrekken. Hier een stukje van Marie Antoinette film. De lambrisering uiteraard. Bloemenpatronen. Hier een fantastisch patroon, het zou van Herzogin de Meuron kunnen zijn, bij wijze van spreken. En hier onderaan ook een fantastisch patroon op de vloer. De typische balkenstructuren van de ruimtes. En dan dit was eigenlijk in Nederland, ja, je wordt een interieurarchitect, is het interieurarchitect beroep ook veel duidelijker omschreven. Misschien wel zodanig omschreven dat eigenlijk alles al was voorgekauwd. En dat exact al was gezegd van ja, hier komt de bar, hier is het uitgifteplein, hier komt de lounge. En zo was er een volledige indeling gemaakt en met een soort naïviteit had ik gezegd, goed, het kan zijn dat dit het beste plan is, maar laten wij intern bij ons bureau even dat nog eens opnieuw onderzoeken. En dan zijn we eigenlijk gestart met de bestaande indeling zoals zij die hadden aangeboden. Op te spitsen. Dit is het vlekkenplan ruimtelijk programma, dus wel fantastisch. Er was zelfs een programmamanager voor de Universiteit Utrecht, dus iemand die enkel zich bezig had met het programma van dit project. En dan zijn wij volop gestart met allemaal andere voorstellen te ontwikkelen. Dus we hebben, als ik dan het uitgifteplein, dat is eigenlijk de self-service ruimte, zal ik het noemen. Die zijn wel gestart met die eens op alle plaatsen te zetten, dus ook eens op deze ruimte, ook eens helemaal achteraan en eens te bekijken wat de effecten zijn. Ons uitgangspunt was wel dat studenten zoveel mogelijk daglicht moesten hebben, dus dat willen we maximaliseren. Hierachter zat ook nog een patio die helemaal niet in het origineel indelingsplan werd benut. En dan hadden we natuurlijk die oranje zones, de personeelszones, die we ook zoveel mogelijk wilden samenvoegen, wat we logischer vonden naar circulatie en gebruik. Hier is dat bijvoorbeeld opgesplitst, wat niet altijd evident is. Maar goed, we hebben allemaal soorten voorstellen gedaan, daar krijg je dan heel veel pro's en contra's op. Maar vooral heel veel kennis. En dan kwamen we uiteindelijk toch op een ander indelingsplan, waar dat zelfs de horecaadviseur, die ook een serieuze studie had gedaan en die ook mee in het programma van IJs zat, ons meldde dat dit plan nog beter was dan de indeling die zij hadden gemaakt. Waar dat we dus hier binnenkomen vanuit de bibliotheek en een zitgebied creëren. Circulatie naar een tweede zitgebied met een bar. Hier hebben we dan de personeelsruimte is allemaal gekoppeld. Het uitgifteplein hebben we meer naar achter geplaatst met de redenering dat studenten toch altijd zeker iets gaan halen en dan zelf gaan kiezen waar ze gaan zitten. En dan van achter nog een volledig zitgebied dat ook multifunctioneel kan gebruikt worden. Dat is ook allemaal stapelbaar stapelbaar meubilair. En dan hier vooraan de bar met het idee, dit is eigenlijk de straatdrift, dat het ook een attractieve pool zou kunnen zijn s'avonds en zou uitnodigen om te bezoeken. Dan hebben we het originele geschiedkundig plan gevonden van toen dat het een paleis was, dat zie je hier. We hebben ook de legende teruggevonden en dan vonden we het wel interessant om termen te gaan herintroduceren. En we hebben eigenlijk deze ruimte noemen nu de voorkamer. De voorkamer is eigenlijk ook in de geschiedenis de ontvangstruimte. Voor bezoekers, en dit is ook de breedste toegang, want we hebben ook een tweede toegang verkregen hier, om hier ook rechtstreeks naar de bar te gaan, zodat dat later kan open blijven s'avonds. En hier is de breedte, maar dit is de officiële toegang, dus die voorkamer. Dan gaan we hier het salon des officiers, dus hier zaten vroeger de officieren in het salon. Dus we hebben dit dan eigenlijk salon genoemd. Passagekamer en dan het uitgifteplein hebben wij omgevormd naar de keuken. Dus het idee dat je in de keuken je broodje gaat halen of je lunch.
en dan achteraan de eetkamer en dan hier het kabinet van de koning. We zijn dan ook met die termen sterk begonnen en we willen, het is ook het idee om bij het binnenkomen boven de deuren effectief die woorden te gebruiken, zodat ook studenten kunnen zeggen van spreken we af in het salon of spreken we af in de eetkamer of in de voorkamer, dat dit echt ook mee in het project kan werken. In de voorontwerpfase werd ons dan gevraagd, we moesten 250 zitplaatsen voorzien, de mogelijkheid dat twee keer 250 mensen 's middags kunnen eten, dus een restaurant voor 500 mensen per dag tijdens de lunch. En we hebben dan verschillende indelingen gemaakt per ruimte, omdat we dan toch wisten van oké, qua ruimtelijk programma de hoofdlijnen. Dus we starten altijd met een grote schaal in onze projecten en dan gaan we meer en meer in detail. Verschillende indelingsmogelijkheden. Anderzijds ook al wat studies van, wilden sowieso een bepaald vloerpatroon voorstellen, misschien iets met balken. We zaten sowieso al met bepaalde structurele balken die in die ruimte zaten. En eventueel een kunstwand. Het terugbrengen van kunst, zoals dat vroeger ook in die panden was. Wat suggesties van patronen, die we dan terugvonden en nog vrij letterlijk hadden vertaald. En is uiteindelijk dit geworden, dit qua indeling. Dus hier binnenkomen vanuit de bibliotheek. Hier een soort zitcoupés, banken. Centrale tafels en dan vanachter één lange zitbank met ook nog losse tafels. En dan een patroon op de vloer dat ook in het plafond terugkomt. En dit is dan eigenlijk onze render daarvan. We hebben gekozen voor een stoeltje van Quinns & Millan, Room. En we zijn nu in volle uitvoering en Quinns & Millan gaat ook die tafels maken, de lange zitbank en deze zitcoupés met dezelfde stoffering, zodat eigenlijk heel deze ruimte qua meubilair één uitstraling krijgt. Hier het idee van die balken. Het bleek ook dat we met enorm veel luchtkanalen en zo moesten weg kunnen. Dus dit is eigenlijk tegelijkertijd een structureel en technisch plafond geworden. We werken enkel met indirecte verlichting. En dan hebben we deze verdeling op de plafond teruggebracht op de vloer. En op de vloer gaan we met twee verschillende soorten blauwe hardsteen werken. Hier op de muur hebben we dan nog kunst geïntroduceerd van Hendrik Kerstens. Maar daar kom ik zo meteen nog op verder. Dus dit is nog een ander zicht. De zitcoupé. En dan, dit is Hendrik Kerstens, of het werk van Hendrik Kerstens in een schilderij van Johannes Vermeer. En Hendrik Kerstens fotografeert zijn dochter op een hedendaagse manier, net zoals wij op een hedendaagse manier de historiek wil terugbrengen. En dit portret noemt het meisje met zakdoek. Dan het salon. Ook verschillende studies, dus de bar is hier geplaatst, de bar achteraan, de bar hier, de achterste muur. Het zoeken naar de juiste positie, het zoeken naar vloerpatronen. Plankenvloeren, brede plankenvloeren. Dit is eigenlijk een motief, een geket motief van de latjes 5 op 25 centimeter. En dan dachten we, waarom zou ik die kunnen vergroten op bijvoorbeeld 25 op een meter 25. En dan wat suggesties, lambrisering, indirecte verlichting, donker hout als contrast met die voorkamer. En dan het werken met een grafisch patroon. Dit is dan uiteindelijk de definitieve indeling geworden. Dus deze kom je uit die voorkamer, de bar, met links en rechts hoge tafels, loungehoeken en dan hier gewoon lange tafels, als je het mogelijk hebt. En dit gaat het worden, een soort personeelsgebied dat hierachter zit. Dit is een soort kantmotief, wat we eigenlijk gehaald hebben uit de papieren onderliggers, kantmotief, met indirecte verlichting. Wordt een lichtwand met ledbloks op de achterzijde van de gefrezen, CNC-gefrezen panelen. En dan het grote patroon dat we ook doorgetrokken hebben als lambrisering. En dan pendelverlichting. Ook weer een meubilair van Quinns & Millan. Dat we zowel als de lounge, hoge stoel, als de hoge kruk, als de gewone stoel gebruiken. En dan krijgen we ook wat de universiteit zeer interessant vond, was de verschillende mogelijkheden van zitten. Je kan hier in de lounge zitten, het hoog zitten aan de baarkruk. Of aan de gewone tafels. En dan natuurlijk interessant dat die ramen dat onderbreken en die lijn die dan doorloopt. En dan krijg je hier nog een verhoging van het plafond van een anderhalve meter.
de keuken. Ook het zoeken naar ja, de juiste circulatie in die keuken, vooraan, achteraan binnenkomen, hier vooraan binnenkomen, de kassa's. En dan één buffet met centraal een soeptafel. Zoeken naar materialen. En dit is dan de effectieve indeling gekomen. Hier binnenkomen, nemen van je plateau, drank, al gekoelde zaken. Hier is dan een soort service voor warme gerechten. Broodjes worden hier bereid. De soeptafel en dan het afrekenen. En dan ofwel naar de verder liggende ruimte of teruglopend naar de zitkamer. Dit is de keuken met het idee van een soort, ja, er moest sowieso een afzuigkap komen. Dit laten doorhangen in directe verlichting. En dan eigenlijk ook heel deze ruimte is ook gericht dat we met de verlichting vooral de producten uitlichten. En dat we voor de rest met weinig algemene verlichting werken. En dan de eetkamer. Vanaf de eetkamer en kabinet hadden we zoiets van, ja, nu willen we ook wel een Franse invloed inbrengen. Ook weer het zoeken naar verschillende mogelijkheden. Altijd boeiend dat je die voorstellen, dan die verschillende voorstellen voorlegt. Dat er ook enorm veel reacties komen van de universiteit. Interessante extra informatie. Die iets meer Franse sfeer. We zochten naar een soort ja, Louis-stoeltje. Een bloemenpatroon, we dachten aan rozen of zoiets. Werken met gordijnen. Een Hongaarse punt als motief. Dit is dan uiteindelijk de indeling. We hebben dan ook gewerkt met die Hongaarse punt om die enorm te vergroten. Dus ook planken van 25 centimeter. Dan is dit die ruimte geworden. Met hier een dus die bloemenwand. We zijn nog aan het zoeken naar de juiste manier van weergeven. We willen niet te letterlijk dat die printer opkomt, die fotobeeld. We hebben hier abstracte pendels met indirecte verlichting. Ook heel deze ruimte is enkel met indirecte verlichting. Gordijnen die hierachter zitten, die vooral de zonnewering vormen, niet verduisterend. En dan hier de lichtlijnen die op dezelfde hoogte hangen als de andere zijde. Die manier om de monumentale plafonds alle respect toe te gunnen. En dan de houten vloeren. En dan hebben we Karel Hansen een stoeltje gevonden. Dus eigenlijk een nieuw stoeltje en dat paste perfect binnen ons concept. En dat is ook... Dat zijn ook woorden. En dan zie je achteraan het woord kabinet staan. Dat is nog even een andere zicht bij het binnenkomen. Dit is ook een volledig akoestische wand. Dus we hebben ook een akoestisch ingenieur die op dit project zit. Dus buiten de programmamanager, de akoestisch ingenieur, hebben we dus ook een technisch ingenieur. We hebben ook de architecten die hierop meewerken voor het casco. We hebben interieurarchitecten van de universiteit die hier aan werken. Die dus voor ons werken. Maar het is ongelooflijk met wat voor een team dat je hier aan een project werkt. Enorm boeiend en onze taak is in dit project vooral de esthetische interieurarchitecten. Kabinet, ook het zoeken naar verschillende indelingspatronen. Ook qua ingang, dat was nog het eerste idee om hier de ingang te plaatsen. Of centraal, waardoor we meer symmetrische ruimte komen. Je ziet ook hier dat hier nog een hele rare hoek in zit. Ook het zoeken naar de patronen. Doen we hetzelfde patroon als de ruimte ernaast of gewoon iets anders doen. Het Boralex stoeltje, toen het Boralex stoeltje uitkwam, de softshell voor Vitra, vond ik persoonlijk dat het heel moeilijk was toepasbaar. Zeker in de hedendaagse interieurs die we doen. Maar dan plots was het dan zeer interessant voor dit project. En hier zie je dat we voor die centrale inkomen hebben gekozen, geopteerd. We hebben die vervelende hoek hebben uitgevuld als een soort kast waar we panelen plaatsen. Die panelen, daar maken we valse panelen van aan de andere zijde. We hebben ook die patio die in de vorige voorstel nog niet zichtbaar was, komt nu ook volop tot zijn recht. We hebben gekozen voor één grote ronde tafel. En dan dachten we, ja, er past dan perfect een gouden koepel bij. Dus op diezelfde formaat hebben we dan van deze tafel hebben we een gouden koepel voorzien. En toen de directie van de universiteit dit beeld zag, zei iemand van de directie, ik denk dat dit de ruimte gaat worden waar we onze volgende vergadering gaan laten houden. Dat is natuurlijk een mooi compliment, want er is de ruimte eigenlijk niet voor bedoeld. Nu, bij die koepel, dus de akoestisch ingenieur heeft eigenlijk mee in alle ruimtes akoestisch advies moeten geven. In alle ruimtes wordt ook akoestisch absorberend materiaal toegepast.
Hij had eigenlijk geen tijd meer, maar hij zag dat nog maar een kleine ruimte was. En hij zei, oké, laten we ineens nog die laatste ruimte ook bespreken. En toen was ik hem aan het vertellen, ja, we willen hier een koepel maken met goud en dan indirect uitlichten. En die koepel als een soort reflector laten dienen. En die akoestische ingenieur zei, oei, dit moet ik afkeuren, want een koepel is de meest slechte vorm qua akoestiek. Toen heeft hij nog wel een firma doorgegeven die akoestisch absorberend materiaal hebben die bol kan gezet worden. We hebben daar dan de prijs van aangevraagd. Toen bleek dat die koepel alleen €50.000 kostte. Dat was iets te duur, dus dan zijn we daar door de universiteit teruggefloten. En het is nu meer het idee om een soort horizontale koepel te doen met indirecte verlichting. Dus hetzelfde idee nog, maar we zullen wel niet de koepelvorm meer hebben. En centraal in de tafel komt een vloerspot, een heel sterke vloerspot, die van hieruit dan de algemene verlichting gaat zorgen, waardoor dat we ook op indirecte manieren deze ruimte kunnen uitlichten. En dit is dan eigenlijk het totaalplan. Dus hier het binnenkomen in die voorkamer, die eerder lichter van kleur is, het salon donker, het doorlopen, het uitgifteplein, die keuken, dus de eetkamer met die Franse invloeden en dan als eindpunt het kabinet. Dit is onder andere wat we dan eigenlijk niet moeten doen, maar dan af en toe wel te zien krijgen. Dus technieken. Dit is ons plafondplan van die voorkamer, waar dus eigenlijk dat die technische ingenieurs achteraf, wij tekenen eerst het patroon en dan moeten zij zien dat ze al die luchtkanalen er moeten inkrijgen. Dit is bijvoorbeeld iets dat ik ineens zag in een bespreking, maar waar we gelukkig niets voor moesten doen. Dat is een 3D-model van de kanaaltechniek dat boven die keuken zit. Hier bijvoorbeeld die roosters. En dan ook alle technische zaken die er nog achter, bijvoorbeeld hier in het kabinet, van datastopcontacten en alles zit. Dus heel indrukwekkend, maar ook heel knap dat wij als interarchitecten voornamelijk worden gevraagd om dan te beoordelen als er ergens een verlaging van het plafond is, of er is ergens iets van maatvoering die verandert, worden wij onmiddellijk daarover ingelicht en moeten wij dan melden van dat kan niet, of kan dat op een andere manier voorzien worden. Dus, ik moet wel zeggen dat het beroep interieurarchitect in Nederland blijkbaar wel enorm op de kaart staat. En we voelen ons er ook enorm gerespecteerd als interieurarchitect en dat is wel heel fijn. Dit is op dit moment de uitvoering. Dus hier die voorkamer die gerealiseerd wordt. Hier het herstellen van die monumentale plafonds. En hier de eerste blauwe hardsteen die geplaatst wordt. Dus hier die gladde afwerking. Dit is meer een... punthamer, de afwerking. En straks bij het moet nog gereinigd worden en nog meer producten behandeld worden. En dan zal je het tintverschil nog duidelijker zien. Hier zie je dus van die voorkamer het doorzicht naar die achterste ruimte. Dus echt het perspectief door die verschillende kamers. De lambrisering in die volle uitvoering hier. We zijn enorm enthousiast door het feit dat de plankrichting, de draai van de planken, dat dat toch best wel nog een goed contrast geeft, want we dachten eigenlijk dat het een vrij effe wand zou worden, maar het is ook niet te overheersend. En dan hier het uitvoeren van onze, we zullen het dan maar noemen, een horizontale koepel. En als laatste, in 2010 was een beetje een wedstrijdjaar. We hadden dan juist die wedstrijd gewonnen voor de Universiteit Utrecht. Op het moment dat we gewonnen hadden, denk ik een week later, werden we opgebeld door de Vlaams bouwmeester om iets te doen voor een gebouw van de Vlaamse regering. Dat was ook een fantastische collega's die daar op die opdracht zaten. Onder andere Bataille Nibes, Glen 60, Office, Danny Vennet, Stefan Schöning. Maar dan hebben we gezegd tegen de Vlaams bouwmeester, ja, het is heel spijtig, maar we hebben eigenlijk geen tijd, want we moeten volop beginnen aan het project van de Universiteit Utrecht. Dat was wel super vervelend. Dan werden we de week erop gebeld door de stadsbouwmeester met de vraag of we geïnteresseerd waren om de nieuwe stadswinkel mee in te richten. Daar hebben we ook gemeld van, ja, we hebben eigenlijk geen tijd om mee te doen met wedstrijd, want we moeten nu hard beginnen werken voor de Universiteit Utrecht. Maar een half jaar later werden we opnieuw opgebeld door de dienst archeologie van de stad Antwerpen, die ook in samenwerking met de stadsbouwmeester een kleine besloten wedstrijd hielden voor een archeologische ruimte van de Spaanse omwalling. Het rare van dit project is dat je het eigenlijk niet kan zien. Dus je zit hier op de Britse Lei. Dit hier is bijvoorbeeld de Nationale Bank in Antwerpen, voor de mensen die in Antwerpen gekend zijn. En dan hier heb je die kleine volumes die leiden tot de parkeergarage daaronder.
En dan kom je op de derde, op de min 3, heb je hier bijvoorbeeld een tunnel die de verbinding maakt met de Frankrijklei en de Jan van Eycklei. Dit is de parkeergarage die eronder zit van Vinci, de Parking Nationale Bank. En dan heb je hier bijvoorbeeld de lift en de trappen die dus komen vanuit de Leien en dat je dan hier naar je wagen kan gaan. En dan zit hier een stuk Spaanse stadswal, eigenlijk het grootste stuk Spaanse stadswal dat nog zichtbaar is in Antwerpen, ondanks dat er nog heel veel onder de grond zit weliswaar. En de bedoeling is om hier een soort museale inrichting voor te voorzien. Dat was de wedstrijd. Dit is een kleine tentoonstellingsruimte. Dat was de bedoeling dat je dan hier doorloopt en dan via, met een gids, onder begeleiding van een gids, naar deze stadswal kan gaan kijken. Je hebt hier ook brandweer het glas, waar je vanuit de parkeergarage, deze ruimte werd ook mee opgenomen. En dat je hier ook een zichtblik had op die stadswal. Iets wat we onmiddellijk als een eerste probleem zagen, is dat als je stel je komt met een gids hier de trap af, en dan ga je hier voor dat glas staan en hier staat iemand geparkeerd met zijn wagen en die rijdt hier achteruit of die rijdt erin. Dat was voor ons iets, dit was voor ons iets alsof je een soort straat moet oversteken om er hier te komen. Dus dat zagen we, vonden we wel iets problematisch, ondanks dat dat niet echt in de opdracht zat. Maar over die Spaanse stadswal, dit is eigenlijk die Spaanse stadswal, dus die start hier. Ik denk dat ons project bevindt zich ook hier. Dus het is ongelooflijk dat een 400 jaar oude stadswal eigenlijk exact onder de Leien in Antwerpen zit, van de 16e eeuw. En dit is dus die stadswal die nu nog terug te zien is. Ook een stukje van de Keizerspoort, die is nog een stuk van de fundering die ze hebben terug opgegraven, die zit hier achter. Dat is ook nog een zicht van toen. Ook Pieter Breugel heeft daar schilderijen en schetsen van gemaakt. En dan zie je hier perfect op dit plan dus de Leien van Antwerpen en dus die Spaanse stadswal die eronder zit. Dit is het punt waar wij zitten. En dan hier zie je die opgraving tijdens de eerste heraanleg van de Leien, die nu al afgerond is. Zag je hier dus eigenlijk het bovenkomen van die Spaanse stadswal. Het probleem was dat ze eerst die parkeergarage moesten bouwen, dus dan hebben ze dat met diamantkoord stuk voor stuk doorgezaagd. Die heeft dan volgens mij een paar jaar in het stadspark gestaan en is dan terug in de grond op exact dezelfde oriëntatie, maar 6 meter dieper teruggeplaatst. Hier zie je die terugplaatsing. En dan was natuurlijk de vraag van ja, we willen hier een soort museale ruimte voor ontwikkelen. Dit zijn eerste studies die wij dan gedaan hebben voor die wedstrijdfase. Dus het onderzoek van ja, moeten we met alles heel lekker musea, alles in het wit, of moeten we met zwart, heel donker, dat het enkel de stadswal opvalt. Dat was een beetje een zoeken naar het juiste ding. Hetzelfde achteraan, heb je nog een ruimte die er is, moeten we dat echt als een soort object zien? Of moeten we dat meer als een juweel zien? Dat was een beetje het zoeken ernaar. En dan zijn dit de schetsen die we hebben voorgesteld. Het maken van een platform en het terugcreëren van de gracht met een soort grindgesteente. Een fijne borstwering en dan van onderuit uitlichten de stadswal. Het onderuit uitlichten van iets geeft altijd een veel mysterieuzer effect. En dan het voor de rest heel donker maken van de ruimte. Hierachter heb je nog die steunbeer van de Keizerspoort. Dan het voorstel van ons was om eigenlijk die twee parkeergarages die er zaten, om die op te offeren. We hebben dan heel die parkeergarage onderzocht en we hadden nog ergens anders een plek gevonden waar dan nog eventueel twee parkeerplaatsen konden gemaakt worden. Dus we hadden eigenlijk een beetje ingezet met het idee van oké, als wij er dan twee weg willen, dan kunnen we die ergens anders teruggeven. Dat was natuurlijk een wilde gok. Hier was ook een voorbeeld om we vonden dat plan dat we gezien hadden van het originele, dus de hedendaagse stad Antwerpen, eigenlijk gewoon een grondplan van de stad Antwerpen, met daar dan de aanduiding waar die stadswal op zit, vonden we zelf heel interessant voor de mensen zich te laten oriënteren als ze hier staan, dat ze kunnen zien van oké, we zitten op dit punt. En dan zien ze dus iets verderop exact dat stuk dat daar nog overblijft. Dus we hebben eigenlijk ook in deze fase het aangedurfd om te zeggen van kijk, die kleine ruimte die we hadden, als tentoonstellingsruimte willen we dat opentrekken naar die parkeergarage. En we willen ook een soort buffer creëren met die toch wel banale parkeergarage. En een soort archeologische ruimte. We vonden het niet kloppen dat eigenlijk een parkeergarage onmiddellijk tegen een archeologische ruimte. Dus ons statement was van we willen daar een soort tussenzone creëren. Een statement maken is natuurlijk altijd erop of eronder. En dan hier de doorgang die gecreëerd wordt. Dus eigenlijk was een soort tussengang die met de gids. En dan hebben we voorgesteld een ruimte zonder verlichting.
om een soort tijdsluis te creëren tussen heden en verleden. Dat groepen met mensen die druk bezig zijn en veel te vertellen hebben, dat die even tot rust komen of stil worden van door deze ruimte te lopen. Het idee is ook om één muur akoestisch absorberend te maken, dat ze dan bij ons spreken hun eigen stem op een andere manier horen. En dat ze wel aanvoelen van oké, we gaan iets beleven, we gaan iets zien. En dan zie je hier in de verte, zie je dan eigenlijk al die archeologische muur uitgelicht. Dit is dan uiteindelijk, dus we hebben dan het voordeel van de twijfel gehad dat die twee parkeerplaatsen weg zouden kunnen vallen. En we hebben dan de opdracht toegekend gekregen. En we zijn dan eigenlijk echt gestart, waar dat dus initieel hier enkel die tentoonstellingsruimte was, hebben wij gezegd oké, we maken van een 20 vierkante meter grote tentoonstelling, maken wij een 200 vierkante meter grote tentoonstellingsruimte. Dus deze zichtplek hadden we al. We hebben die twee parkeerplaatsen hebben dus onderhandeld met de parkeergarage dat ergens anders kunnen. Dus je komt hier nu beneden in een presentatievlak. Hier worden nog een paar zaken getoond die ook gevonden waren. Onder andere een mammoetbeen en verschillende kanonkogels die hier dan als een klein museum zullen getoond worden. Dit is een brandwerende scheiding die we jammer genoeg niet hebben weggekregen. Dat was te complex. Ondanks dat we er wel serieus op gezocht hebben. Hier dat grondplan dat ik zei, van stadsplan. Hier een maquette van de stadswal. Dus mensen, dit is altijd toegankelijk. Hier in het groot gaan we het woord bastion zetten, dat mensen ook zien van er is iets anders. En dan hier die doorgang, die donkere doorgang naar een eerste helling tot het platform, een zichtplatform. Met dan hier de doorgang naar nog een ruimte achter de stadswal, waar nog de mogelijkheid bestaat voor de gids aan de hand van projectie nog meer te tonen. Dit is dan het zicht vanuit die parkeergarage, dus het lostrekken van die zwarte muur daarachter, die eigenlijk al aantoont dat die zwarte ruimte of die donkere ruimte erachter start met die stadswal in. Dus het bastion wordt. Dit is dan die doorgang. En dan dit is dan onze huidige beeld voor het uitlichten van die stadswal. Dus een volledig donker gemaakte ruimte. Ook de grafiek of de beelden van vroeger willen we ook heel minimaal laten tonen. We zijn nog bezig met het ontwerpen van een toegangspoort. Dus om die zwarte tunnel, zal ik het noemen, te geraken. En dan hier die verschillende nissen met die objecten, de maquette. En dan de zwarte muur toont eigenlijk aan dat je erachter... Dat is eigenlijk de kleur die we doortrekken vanuit die archeologische ruimte. En dan hier hebben we de mogelijkheid voor die projectie en het tonen van eventueel zelfs films. En dan hier die keizerspoort die in de hoek wordt uitgelicht. Dus ook enkel licht op die archeologische vondsten. En dat was eigenlijk het laatste beeld over dit project. En dan wil ik nog even melden dat we sinds februari ook een Facebookpagina hebben. En dat uiteraard iedereen ons mag volgen op Facebook en misschien ook een reactie kan geven op deze uiteenzetting. Dank u.